Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Mijn naam is Ruud en ik ga vandaag tips geven over je metaaldetector. De instellingen. Ik krijg ontzettend veel vragen over de instellingen van je metaaldetector. Hoe moet ik hem instellen? Wat moet ik instellen? Ik begrijp niets van de instellingen. Er zitten te veel instellingen op. Wat doet een instelling nou? Ga ik vandaag uitleggen. En ik ga de basis uitleggen. Waarom de basis? Omdat alleen de basis belangrijk is. Alles wat er omheen zit, kan je eigenlijk in een zakje doen en ophangen voor als je daar aan toe bent. Als je de metaaldetector aanzet, en het maakt echt niet uit of je nou een Crest Q30 hebt, of een Simplex, of een Garrett. Als je hem aanzet, dan zie je een opstartscherm. En wat zie je dan als eerste? Sensitivity en discriminatie. Dat zijn de twee hoofddingen die je altijd ziet. En dat komt, dat zijn de twee belangrijkste. De sensitivity, daar gaan we mee beginnen. Sensitivity, gevoeligheid, wil zeggen hoe gevoelig is jouw metaaldetector. En mensen zijn altijd geneigd om die maximaal te zetten. Jouw metaaldetector, als dit de schotel is, zendt wat naar beneden uit. En hier gaat hij wat dingen vinden. Als hij hier bijvoorbeeld iets gevonden hebt, gaat hij dat weer terugsturen. En dat gaat via je draadje naar je kastje. En zo kan jij zien dat hier iets ligt. De sensitivity zorgt ervoor dat als jij naar beneden gaat en er ligt hier iets, dat hij dat oppakt en weer terugstuurt met een bepaalde snelheid, met een bepaalde gevoeligheid. Maar de sensitivity zorgt er ook voor dat hier omheen wat gebeurt. Dus hoe gevoeliger je hem zet, hoe meer er ook omheen gebeurt. En dat is bijvoorbeeld valsing. Signalen opvangen die niet hier in de grond liggen, maar die hier omheen gebeuren. Je telefoon, een telefoonmast, de wifi van het gebouw waar je loopt, de schrikdraad van... Ook daar reageert je sensitivity op. Soms is het beter om bijvoorbeeld in plaats van op 9, om in plaats van op 90 terug te gaan naar 80 of zelfs 70. De diepgang tussen deze twee is minder belangrijk soms als de storing die van buiten afkomt. Want een metaaldetector die veel stoort, geeft jou verwarring. En door verwarring ga je dingen overslaan. Dus de kans dat je iets overslaat met storing van buitenaf is groter als de diepgang die je mist als je iets lager gaat. Dus de fabel, zet hem zo hoog mogelijk, anders mis je dingen. Vergeet dat. De tweede is de discriminatie. Wat doet discriminatie? Discriminatie elimineert nummers uit. Zo'n metaaldetector is alleen een rekenmachine. Hè? Dus die rekent een bepaalde waarde die naar beneden gaat, het verschil wat terugkomt en dat geeft een nummer. En jij bepaalt dan wat het zou moeten zijn. En natuurlijk zijn er leuke moduletjes waarbij een muntje, een sieraadje en een dingetje staat, maar in principe is het gewoon een rekenmachine. Een discriminatielijn loopt in de meeste gevallen van 0 naar 99 en dat zijn je VDI's. Dit is, ik moet de spiegelbeeld schrijven jongens. 50, 25. Nou, het is altijd een lijntje op je metaaldetector. Je metaaldetector geeft altijd een lijn aan, maar het is eigenlijk een cirkel. Hier zitten 0 en hier zitten 99. En dat gaat zo rond. Dus de 0 en de 99 zitten heel dicht bij elkaar in plaats van heel ver uit elkaar. En daarom is dit ijzer en dit vaak ook ijzer. Het enige verschil is dat dit heel klein ijzer is. Kleine friemeltjes, dus
spijkertjes, schroefjes. En dit zijn vaak hoefijzers van die vervelende ronde ringen van ijzer of een vierkant stuk van ijzer. Nou, ik raad altijd aan om hier wel iets mee te doen en hier niet iets mee te doen. Wat je kan doen is je metaaldetector pakken. Je zet hem aan en je zet de discriminatie helemaal uit. Maakt niet uit hoe jouw metaaldetector het noemt. Zorg dat alles eruit staat. Een pakje, een schroefje, een spijkertje, een clipje, een dingetje. En die ga je onder je metaaldetector houden. En dan kom je erachter dat die ergens tussen de 0 en de 5, ik noem nu maar even een getal hoor, 7, maakt niet uit. Ergens daar komt die uit. Dat zijn de dingen die je daar niet wil hebben, in dit geval. En die ga je dan uitzetten. Dus die ga je uitzetten. En de rest ga je wel opzoeken. En je gaat alles graven. Dan hebben we de grondbalans. Wat doet de grondbalans? Je hebt tegenwoordig een grondbalans die heel erg goed is. Een grondbalans is een soort koffiefiltertje. In de grond zitten namelijk je vondsten. Een mooie ring. Een muntje. Maakt niet uit. Maar in de grond zit ook mineralisatie. En in de grond zit ook kleine stukjes vervuiling die van roest afkomen, oxidatie, koeienpoep, noem het allemaal maar op. Jouw metaaldetector, daar hebben we de schotel weer, die gaat met de grondbalans zoeken. En daarom moet je het altijd op een schoon stukje doen. Je zoekt, je maakt een schoon stukje en daar doe je je grondbalans op. Dus waar geen vondsten leggen. En al deze dingen, die gaat hij dan als vuil zien. En die filtert hij uit. Waardoor je dus alleen nog maar jouw vondsten terugziet. Dat is de theorie. In de praktijk blijven er natuurlijk altijd een paar dingetjes leggen. En dat geeft helemaal niet. Dat is helemaal niet erg. Dus pak een schoon stukje grond, doe de grondbalans, ga lekker zoeken. Merk je dat de onbalans in je metaaldetector terugkomt, doe je die grondbalans gewoon nog een keer opnieuw. En dat kan je gerust een paar keer per dag doen. Dat geeft helemaal niks. Elke keer als je even wat gedronken hebt of wat dan ook, doe je even opnieuw die grondbalans en je gaat weer. Ga je van één veld naar het andere veld, doe je even grondbalans. Merk je dat je grond anders wordt, dus als je van veen overloopt naar klei, doe je even grondbalans. Ga je weer verder. Dat is trouwens iets heel anders dan noise cancelling. Noise cancelling heb je dus niet de ondergrond nodig, maar hou je je schotel boven de ondergrond en dan gaat jouw schotel allerlei verstoringen in de lucht opzoeken om uit te filteren. Noise cancelling is iets anders dan grondbalans. Dan hebben we geluid van een metaaldetector. Geluid van een metaaldetector is niet de belangrijkste instelling. Mensen zweren bij 5 tonen, mensen zweren bij een pitstoon, mensen zweren bij 2 tonen. Het is allemaal persoonlijk. Ga op onderzoek uit wat jij het prettigst vindt. De tonen of het geluid van je metaaldetector is een persoonlijke voorkeur. Of je nu op 2 tonen of op pits loopt, op 5 tonen of op 3 tonen, de metaaldetector zal niet anders zoeken. Hij geeft het alleen anders aan jou door. Als je op 2 tonen loopt, dan zijn het eigenlijk 3 tonen vaak. Sommige metaaldetectors zijn het er ook echt maar 2, maar over het algemeen zijn het dan 3 tonen. Je hebt een brontoon, die geeft aan dat het ijzer is. Dan heb je een lage toon. En die geeft aan dat het een lage conductor is. En dan heb je een hoge toon. En die hoge toon die loopt dan van 21 tot 99. En dat is dan vaak zilver, koper, noem het maar op, een hogere conductor. En zo kan je dus heel mooi een fijne lijn onderscheiding doen tussen ijzer
een lage conductor en een hoge conductor. Wat ga je creëren als je een drietoon doet? Dan komt er hier nog eentje tussen. En met een vijftoon komt er hier nog eentje naast. En met een pitch loopt dit in elkaar over. Nou, wat lekker rotzootje, hè? Maar zo werkt het wel. Het is fijn om te weten wat jij fijn vindt. Niet wat een ander fijn vindt of wat er gezegd wordt voor jou. Ga zelf op onderzoek uit. Ga eens een halve dag op drie tonen lopen. Ga eens een halve dag op vijf tonen lopen. En ga voor je gevoel eens uit van, nou, wat vind ik nou prettiger? En dat is het belangrijkste. Qua zoeken maakt het niets uit. Die metaaldetector vindt op alle tonen hetzelfde. Want die tonen bepalen namelijk niet wat hij vindt. Die tonen bepalen alleen maar wat hij doorgeeft. Dan hebben we tegenwoordig heel veel metaaldetectors verschillende soorten frequenties. Of zelfs een multifrequentie. Een simultaneous frequentie, een gelijkwaardige frequentie, een noem het maar op. De frequenties werken eigenlijk heel simpel. Een lage frequentie. Ik moet echt even leren om in spiegelbeeld te schrijven. Een lage frequentie, 5 kHz. Doet dit. Een hoge frequentie, 50. Nou, die hebben we niet. 40. Doet dit. Dat is het verschil tussen een frequentie. Wat doet die verschil in de frequentie? Nou, dat is ook vrij simpel. Een hoge frequentie is dus in staat om kleinere dingen te vinden dan een lage frequentie. En een lage frequentie zal wat dieper door de grond heen tasten dan een hoge frequentie. Ja, dus als je een lage frequentie hebt, als dit de grondlijn is, en je hebt een lage frequentie, dan zal die zo doen. En een hoge frequentie zal dit doen. Een hoge frequentie doet korte golfjes, pakt dus heel snel iets op. Een lage frequentie pakt wat minder snel iets op, maar reikt veel dieper. Dus als je een heel klein, theoretisch gezien, een heel klein dingetje hebt, zou dat hier tussen kunnen vallen en zou je hem kunnen missen. En met een lage frequentie pakt datzelfde dingetje altijd een golfje op. Maar een groot ding die hier ligt, wordt weer door een lage frequentie opgepakt en wordt weer gemist door een hoge frequentie. Wat doe je daarmee in de praktijk? Nou, op zich in Nederland als zoeker ligt alles een beetje binnen het bereik van alle frequenties. Dus het is fine-tuning van jouw wensen. Dit zijn uitzonderingen die ik net aangaf. Het is wel zo, op een akker of op een kleiakker waar het wat moeilijker is, zou ik eerder kiezen voor een wat lagere frequentie. Zoekt het wat makkelijker, ga je die diepgang toch wel krijgen, zou ik eerder naar een hogere frequentie gaan. Maar die verschillen zijn natuurlijk niet zo onwijs groot als dat ik dat hier nu uitleg. Heb je een multifrequentie, ja, dan heb je geluk, want dan pak je deze twee door elkaar heen. En soms pak je wel 4 of 5 van dit soort tabelletjes door elkaar heen. Dus pak je alles. Wel zo is het dat ik heb gemerkt, ik weet niet of ik kan het niet bewijzen, maar wat ik heb gemerkt is dat als je bijvoorbeeld in een multifrequentie loopt, dat je langzamer moet lopen, rustiger moet zwaaien. Die machine die heeft wat meer ruimte nodig om al die frequenties door elkaar heen te gooien, alles op te vangen en het door aan je door te geven. En door rustiger te zwaaien en je gemak te houden, pik je eerder die kleine dingetjes ertussenuit. Dan hebben we het nog eventjes over de grootte van de schotel. Als je ziet, je hebt verschillende metaaldetectors, je hebt verschillende soorten schotels. Dit is een heel kleintje, dit is een wat grotere. Je hebt ze nog groter en je hebt ze nog kleiner. Waarom zou je voor een grote schotel, waarom zou je voor een kleine schotel kiezen? En wanneer kies je voor iets gemiddelds? En wat doet dat? Waarom is dat? Nou, ook dat is niet zo heel moeilijk uit te leggen. Heb je een hele grote schotel. Dit is weer de schotel met de metaaldetector. Dan heb je een driehoek en dat is ongeveer de zendrijkte. Heb je een kleinere schotel,
heb je diezelfde driehoek. Nou, ik hoef het al niet meer uit te leggen, denk ik. Ik denk dat jullie het wel zien, als dit de lijn is van de grond. Deze gaat vrij ondiep en deze gaat wat dieper. In de praktijk is het natuurlijk ook weer niet zo groot als dat ik dat nu uitteken. Het zijn natuurlijk... Het gaat om centimeters. Waarom zou je dan toch voor een kleine kiezen? Want je wilt toch altijd het diepste graven? Je wilt toch het meest naar beneden? Nee, dat is niet waar. Als je een ondergrond hebt... waar veel rommel ligt... en tussen het rommel ligt wat moois. Dus die met het kruisje is het mooie... en de rest is allemaal rommel. Die rommel kan je nooit allemaal uitfilteren. Niet met je grondbalans en ook niet met je discriminatie. Dat noemen ze bijvoorbeeld stortgrond. Dan heb je aan een klein schoteltje... heb je een klein gedeelte wat je vindt. Kijk, ik heb hier maar 3 bolletjes rommel en 1 vondst. Maar als je een grote schotel neemt... dan heb je 2 vondsten en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rommeltjes. In hetzelfde zwaaibereik. En die 7 rommeltjes die maken het heel onrustig en heel onoverzichtelijk. Dus daarom zou je een kleiner schoteltje kiezen. Dus in vervuilde grond waar je diepgang niet als hoofdtarget hebt, maar precisie wel, kan je beter voor een kleiner schoteltje gaan. Loop je op een leeg kleiakker waar hier en daar maar een muntje ligt, ja, dan zeg je van ik neem een groot mogelijke schotel, dan ga je en diep en je pakt zoveel mogelijk in 1 keer mee. Dus daarom is een grote schotel soms voordelig en soms is een kleine schotel voordelig. Wil je het nou allemaal en heb je geen zin om continu te wisselen met schotels naar je behoefte, neem je een gemiddelde schotel. De meeste detectors worden ook met een gemiddelde schotel geleverd en kan je eigenlijk gewoon overal goed terecht. Dus hoef je er helemaal niet over na te denken. Pak je gewoon de schotel die al op je metaaldetector zit, ga je daar lekker mee zoeken. Dit waren een klein beetje de instellingen en de uitleg over de instellingen in een notendop. Voor beginners, misschien ben je niet beginner, heb je er toch wat voor opgestoken. Maar het is in ieder geval de basis. Laat in de reacties achter wat je nog meer zou willen weten. Laat in de reactie achter wat ik misschien vergeten ben of waar je juist extra wat aan had. Laat in ieder geval iets achter in de reactie. Vergeet niet het duimpje omhoog te doen en vergeet niet te abonneren. Want 50% van mijn kijkers is maar geabonneerd. Of dat er komt omdat je extern in komt waaien of dat je het gezocht hebt en denkt van nou, laat dat knopje maar zitten. Je zou mij er onwijs mee helpen, want ik wil graag een klein beetje groeien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.